Piet Zelt is in de studio. Piet, welkom deze morgen. Lid van toneelvereniging Internos. Ja. Binnenkort gaat gebeuren een aantal uitvoeringen. Wanneer? 9 en 10 december. Ja. S'avonds, dus het is vrijdag en zaterdag, in De Willig in Wilbertoort, gemeenschapshuis. Ja. En de week erop, het is trouwens om 8 uur 's avonds. Ja. En de week erop op zondag in Millesweert hier in Mil. Oké, okay. Dat is nieuw. Dat is nieuw. Waarom is je gekozen om ook in Mil te gaan spelen? Nou ja, dat kwam eigenlijk zo uit omdat ook Wilbertoort de week erop, we spelen meestal het weekend en dan een week erop, een dag van het weekend opnieuw. Mm-hmm. Het was bezet en het gaf, maar ons gaf ons tegelijk de mogelijkheid om ook, vooral vinden wij nu Mirjam Toko ook, toch gestopt is, ja, om ook onze kunsten hier te laten zien. Dus we zijn er heel blij mee. We hebben hier ook wat meer faciliteiten natuurlijk. Mm-hmm. Dat is een groter podium. We moeten in Wilbertoort toch altijd ook een beetje beknibbelen met de ruimte. Mm-hmm. En nu kunnen we denk ik volledig onze talenten tentoonspreiden. Ja, je zegt je kunst laten zien. Wat voor stuk gaan jullie spelen? Ja, we gaan comedie spelen. Het gaat eigenlijk over een beetje een clash tussen een arrogante high society gezin en een aantal mensen die een woning zoekt. En die dat kunnen huren bij dit gezin. Ja. En dan komt het toch tot een aantal bijzondere verwikkelingen. Er heeft ook wat in de Nije Krant gestaan. Maar dan komt het uit aan een andere bijzondere ontwikkeling vanwege het feit dat dit gezin uit een wat lagere klasse toch op de een of andere manier kijkt hoe ze die rijke familie kunnen benaderen om toch uiteindelijk daar ook wat gewin uit te krijgen. Ja. Hoe dat er dan ook uitziet. Ja, ja. Je moet niet te veel verklappen voor de regisseur, want mensen moeten nieuwsgierig blijven. Nee. Wanneer is je begonnen met de repetitie? Toch even denken. Nou, denk ik maart, april. Ja. Ja. En de vakantie ligt een beetje stil dus. Ja, ik zag een foto voorbij komen. Het is een behoorlijk grote groep. We zijn met 9 personen. Mm-hmm. En eigenlijk, ik zat te denken vanochtend, wie heeft er nu eigenlijk een hoofdrol? Want eigenlijk hebben we niet echt met iemand met een hoofdrol. Het loopt door het hele stuk heen, komt iedereen regelmatig aan de beurt. Er zijn wat kleinere rolletjes, maar over het algemeen is het heel goed, zeg maar, in balans met de spelers. Waar kunnen mensen kaartjes krijgen? Koop. Ja, op internosonline.nl. Daar, als je daarop invoegt, dan krijg je meteen de site en dan kun je ook daar de kaarten bestellen. Mm-hmm. Goed om even te vermelden is dat wij niet in bezit zijn van dat mensen niet aan de kassen kunnen betalen. Omdat, of ze moeten cash betalen. Okay. Want we hebben geen zo'n dingetje. Zo'n dingetje, precies. Zo'n illegaal ding. Ja. Digitaal ding. Zo'n digitaal ding, precies. Een kostkaartje. Kost tientje. Ja. En ik kijk even naar mijn collega over jouw schouder heen, maar volgens mij is er een consumptie zitten. Is er geraakt? Oh, niet? Oh, sorry, maar 10 euro per persoon. Zijn er nog voldoende kaartjes te krijgen? Nou ja, in Wilbertoort hebben we natuurlijk ook niet zo'n grote zaal. Mm-hmm. Daar loopt het wel redelijk storm. Daar zitten we op, volgens mij vrijdagavond zitten we al redelijk aan onze tax. Er kunnen nog steeds kaarten besteld worden. Ja. Zaterdag is wel meer ruimte en in Mil is sowieso meer ruimte. Maar Mil hebben we ook wat meer, meer ruimte. Dus daar kunnen we ook meer kaarten kwijt. Oké. Okay. Hey, succes met jullie voorstellingen. Ja. En wij spreken elkaar later vandaag. Ja, dankjewel.